Deze video gaat over de vergelijking a tot de macht x is c. In deze video ga ik je laten zien hoe je vergelijkingen kunt oplossen waarbij de exponent onbekend is. En ik ga dat uitleggen met behulp van twee voorbeelden. Maar voordat we naar die voorbeelden gaan kijken, even nog kort over logaritme. De belangrijkste regel die er geldt voor logaritme die is. We gebruiken logaritme voor dit: hè. 2 tot de macht x is 8. En daaruit volgt dan x is 2 log 8. Ik heb deze regel al in twee eerdere video's besproken, en ik heb dan ook gezegd: dit is de belangrijkste regel die er is voor logaritme. Als je dit weet, dan kun je elke vraag oplossen. Nou, we gaan dat hier ook zien. Los exact op: 3 tot de macht x plus 1 is 80. We hebben hier een situatie die vergelijkbaar is met deze situatie, namelijk de exponent is onbekend en die moeten we berekenen. Nou, wat doen we dan hier zo? Om de exponent te vinden doen we 2 log 8. Ah, dat kunnen we aan deze kant ook toepassen. Om dit te vinden doen we dan 3 log 80. Want de 3 staat op de plek van de 2 en op de plek van de 8 staat hier 80. Dus we krijgen x plus 1 is 3 log 80. Ah, het verschil tussen dit en dat is, nou ja, allereerst staat hier natuurlijk x plus 1, hè, dus daar moeten we nog even wat mee. Maar een heel ander belangrijk verschil is dat 2 log 8 komt perfect uit. Daar komt namelijk 3 uit, hadden we al eerder gezien. Want 8 is 2 tot de derde. Maar 3 log 80, dat komt niet mooi uit. Want 3 tot de macht iets, nou, daar komt geen 80 uit. Het moet exact, dus we moeten mooie getallen vinden. En dat is hier niet het geval. Als je het even niet zeker weet of dat lukt, doe het even in je rekenmachine. 3 log 80 reken je uit door log 80 gedeeld door log 3 te doen. Kijk of er een mooi getal uitkomt en als het niet zo is... Laat je dit gewoon zo staan. Want we moeten het exact oplossen. Dus we mogen het niet afronden, geen komma-getallen geven. Het moeten mooie gehele getallen zijn. Dit kan dus nog niet verder, maar we moeten nog even de x vinden. Daarvoor doen we deze naar de andere kant. En dan noteren we gewoon: x is min 1 plus 3 log 80. Nou, en nu hebben we de waarde van x gevonden. En nu hebben we deze vraag ook helemaal opgelost. Gaan we naar de volgende: B. Los exact op. 5 plus 2 tot de macht 3x is 25. En ook hier gaan we dus weer deze tactiek toepassen. Maar we beginnen met het wegwerken van de losse stukjes, want we hebben hier nog die 5. Die 5 moet eerst weg, dus die gaat naar de andere kant. Dus dan krijgen we 2 tot de macht 3x is 20. En nu hebben we dus zo'nzelfde situatie als hier. Hier zeiden we x is 2 log 8. Dus nu zeggen we 3x is 2 log. 20. En ook voor 2 log 20 geldt, net als voor 3 log 80, dat het niet mooi uitkomt. We laten het dus zo staan. We gaan er niet verder mee rekenen. We gaan alleen nog even delen door 3. Dat kun je op twee manieren doen. De meest gebruikte manier dat is deze. Delen door 3 is hetzelfde als keer 1 derde. Dus dan doen we 1 derde keer 2 log 20. Dit is de meest gebruikte manier. Ik zou zeggen, doe het zelf ook lekker zo. Maar als je wil, zou je ook nog dit kunnen doen. X is 2 log 20 gedeeld door 3. Dat is helemaal niet fout. Ik vind het alleen persoonlijk iets minder mooi. Maar goed, dat is een kwestie van smaak. Waar het in ieder geval om gaat is dat als je dit weet, kun je ook heel eenvoudig deze vergelijkingen oplossen. Hè? Want het is gewoon een toepassing van deze regels.